dan nu, zoals beloofd, 40 minuten lang een compilatie van alle hoogtepunten van de Tros Platentiendaagse van de afgelopen 3 jaar. En ik heb hele leuke herinneringen aan dat programma, want vorig jaar heb ik het zelf gepresenteerd met grote binnenlandse en buitenlandse sterren, zoals bijvoorbeeld Glenn Medeiros en Dionne Warwick. Heel veel plezier met dat programma. Ik vind het alleen wel een beetje jammer dat ze mij eruit geknipt hebben. Natuurlijk hebben ze je uitgeknipt. Zullen ze met mij niet doen. Natuurlijk niet, Billy.